Hallo Simmy Simmers en welkom bij weer een nieuwe video van de Sims 4. Vandaag laat ik jullie mijn allereerste speedbuild zien. En het wordt vandaag een bowlingbaan. Ik heb dit gedaan met accessoirespakket bowlingavond accessoires en nog andere pakketten. Het is een redelijk grote kavel. En ik begin hier zoals je ziet met de buitenkant. Deze hele video gaat ook alleen over de buitenkant. Er komen in totaal 2 verdiepingen en daaronder zie je straks, daar komt een parkeerplaats. En daar vergroot ik dan ook gewoon de normale speelgoedauto's. Want helaas hebben wij geen echte auto's in de Sims 4, nog steeds niet. Ik hoop dat dit wel ooit gaat komen. Zoals je hier ziet, ben ik er al aan begonnen. Een paar autootjes vergroot. En hier maak ik een paar parkeerplekken onderaan. Ik was een beetje aan het puzzelen hoe groot ze moesten worden en hoe ik het allemaal wel heb staan. Hier ben ik ze allemaal erin aan het zetten dadelijk. Sommige een beetje scheef, want natuurlijk parkeer je in het echt ook niet altijd super recht. Dus vandaar dat ik dat zo doe. En dan nog een paar autootje. Ik vind het wel jammer dat ze dan niet wat meer speelgoedauto's hadden. Als ik verschillende kunnen doen, dan moet ik een paar dezelfde doen. Nou, deze parkeerplaats heb ik in de tussentijd afgemaakt en daar is ook de P helemaal bijgekomen, alles erop en eraan. Hier ben ik begonnen met het dak. En het dak wordt ook in regenboogkleuren gemaakt, daarom heet hij ook Rainbow Strike. En gewoon alle vakjes om de beurt gaan kleuren. En dat zo door tot het helemaal klaar was. Ook de verdieping daaronder en daaronder aan de buitenkant doe ik ook een beetje met regenboogkleuren. In mijn volgende video die nog aankomt, wordt de binnenkant. En die binnenkant ga ik ook helemaal met regenboogkleuren doen. En ook de vloer, zoals bij deze. Niet alles, want dan wordt het wel heel druk, maar grotendeels wel. In het begin zie je dadelijk dat ik de muren wit maak. Op zich dacht ik eerst, ja dat is wel mooi, maar als ik toen, ja toen ging ik op een gegeven moment de buitenkant goed bekijken. Ik denk, ja, dat vind ik hem toch niet. Waarom niet? De spulletjes bij bowlingavond accessoires zijn allemaal een beetje neon en ook zo hier de regenboogkleuren. Ik weet niet of jullie het al zien, maar dit wit is wel echt, ja, te wit. Het is te fel, het
Ik vond het er niet echt bij passen. Nou ga ik een beetje bezig met die buitenkant. Van de, weet je wel, waar je normaal een dak doet. Dat je, doe ik nou wat hekwerk, zodat het wat mooi afgesloten is. Hier, daar gingen al een paar dingetjes van. Hier, dat bedoel ik. Wat je normaal om je dak heen doet, dat doe ik daar ook omheen. Maar dan moest je dus eerst een hekwerk plaatsen. Anders kon dat op een of andere manier weer niet. En dat vind ik altijd jammer dat het niet kan. Helemaal mooi er rondomheen. Deze regenboogkleuren, die doe ik trouwens ook een verdieping lager en nog één verdieping lager. Een beetje in het midden. Ah, en hier zijn we begonnen met de accessoires. En ik had zoiets, normaal gesproken als je een bowlingbaan, als je daar naartoe gaat, waarschijnlijk ben je er wel geweest, dan is de buitenkant van een gebouw zo saai en dan zie je ook niet echt van, goh, hey, dit is een bowlingbaan. En ik wou het wel zo maken dat het echt een aantrekkelijke buitenkant had en dat je ook gewoon duidelijk kon zien dat het een bowlingbaan is. Vandaar dat ik al die spulletjes van het accessoirespakket ook aan de buitenkant gebruik. Boven op het dak, daar heb ik zo'n soort glazen dakje van gemaakt. En daarbovenop, daar gebruik ik dus een trofee van een bowlingbal. En die zet ik er dan bovenop, zodat ik het ook duidelijk kan zien. Straks ergens plaats ik ook nog aan de zijkant die hele grote standbeeld waar je ziet van dit is een bowlingbaan. Hier zo zat ik een beetje te kijken hoe ik precies die decoraties aan de zijkant neer moest zetten, want ja, dat is best wel lastig om ze precies in elkaar te krijgen. En ik doe dat, ik zet dat bij alle zijkanten, ja ik wou zeggen buitenkanten, maar dat is niet waar, de zijkanten van die binnenkant, ja, zo zeg ik dat. Daar zet ik ze allemaal neer. Ook omdat dat ook licht geeft, dat vond ik ook wel leuk. Ja, ik heb zo'n beetje alle items gebruikt. Hier zet ik een paar kleintjes van die decoraties ernaast. Dat vond ik wel mooi. En dan hier beneden, volgens mij, ja, dat ga ik nu doen, gebruik ik nog een paar van die decoratiedingen. Het zijn, ja, nou ja, decoratie. Het zijn eigenlijk van die scheidingswanden, maar ik gebruik dat vaker als decoratie dan als scheidingswand. Vooral vind ik dat leuk in de buitenkant. Dat heb ik ook gedaan, zodat je niet zo heel goed de parkeerplek ziet vanuit de buitenkant. En het ziet er ook wat leuker uit. Fel oranje vond ik er wel bij passen. Ah ja. En hier zien jullie dat ik het uiteindelijk zwart heb gemaakt. Uiteindelijk dus. Hehe. En ik ben wel benieuwd of jullie het met me eens zijn dat zwart veel mooier over bij die neonkleurtjes. En dat, ja, ik vind het zelf gewoon mooier. Ook de dakkleur, dat glas, dat heb ik wel dan even, ja, wat is het, bruin-zwart gedaan. Want dat witte, dat zag er niet echt uit met die zwarte muur, zeg maar. Hier zie je nu waar ik het over had net. Met de regenboogkleurtjes en dan wat zwart eromheen, valt lekker op. Heb ik dus ook aan de andere kant bij het kleinere dak gedaan. En hier zo moest ik de hele buitenkant weer die hele hekken neerzetten. En dan weer wat van het dak er helemaal omheen. Want ja, helaas kun je die kleur niet zomaar veranderen. Hier ging ik weer verder met de achterkant van de parkeerplaats met die decoraties. Ik kan trouwens in deze video niet zo heel goed de parkeerplaats zien. Daarom zou ik ook aan het einde van deze video wat screenshots plaatsen. En wil je nou trouwens deze bowlingbaan van mij downloaden in de galerij, dan kan dat onder mijn naam Cynthia en 3M. En je zult er zeker nog meer creaties van mij vinden. Je kan me ook volgen daar als je dat wilt. En je mag me ook toevoegen op mijn Origin als je dat leuk lijkt.
hier zijn die bowlingballen waar ik het over had, die trofeeën die ik dus op het dak heb geplaatst. Een gouden en een zilveren, vond ik wel heel leuk staan. Was in het begin dat ik daarmee bezig was, was ik een beetje aan het klooien met ja, verschillende decoraties voor de bovenop, maar ja, dat zag er allemaal gewoon zo uit van proppen wat meer. Dus uiteindelijk, toen ik een beetje aan het nadenken was, toen, ja, dacht ik van hé, hey, die bowlingballen, dat is wel leuk bovenop. Hier was ik eerst bezig met andere ramen trouwens in het begin. Gewoon van die helemaal doorzichtige. Ik denk ja, dat vind ik ook een beetje overdreven in de bowlingbaan, alsof het een gewoon huis was. En dan vond ik deze wel veel mooier. En toen ben ik dus weer opnieuw begonnen met die neon balkjes om dat te plaatsen. Dus uiteindelijk heeft het wel ja, een redelijk wat uren geduurd om deze buitenkant te maken. En omdat ik ook ja, deels een paar dingen ging veranderen. En omdat het gewoon heel veel werk is om al die kleine dingetjes erop te maken. En zeker, ja, ik ben perfectionistisch en dan wil ik het allemaal super recht. En daarom duurde dat ook erg lang. Maar dat geeft niet, want uiteindelijk is het resultaat voor mijn idee heel mooi geworden. Als je trouwens suggesties hebt voor een andere bouwwerk, dan kun je dat natuurlijk altijd vragen. Misschien zie ik het en dan ga ik het maken. En als ik jouw creatie maak, dan zou ik het ook laten weten en een reactie plaatsen onder jouw reactie. Hier ging ik weer opnieuw bezig met de decoraties. Het was ook hier weer lastig omdat niet, ja, omdat, zeg je wel, dat niet boven het dak uitkwam en toen had ik het weer niet recht. En moest ik het elke keer opnieuw doen. Ja, uiteindelijk heb ik hier dus ook oranje gedaan, omdat, ja, je weet, in het begin had ik een wit, toen stonden die wit met blauwe mooie. En toen dacht ik, ja, met zwart staat veel oranje wel heel erg mooi. Dus die had ik ook helemaal verwijderd en weer helemaal opnieuw gedaan. En dan hier de afwerking van, ja, de voorkant, laten we maar noemen, waar je binnenkomt. Ik heb gewoon allemaal van die bowlingbaans schilderijtjes opgehangen. Dat het echt duidelijk wordt, hier is een bowlingbaan. Dan links zie je dat hele grote ja, standbeeld ding. Die heb ik ook vergroot, zodat het helemaal duidelijk werd. In het donker ziet het er trouwens echt een stuk gaver uit. Je zag dat net heel kort, dat het donker was. Uiteindelijk zul je aan het eind van deze video ook wel die donkere, of het donkere, ja, nachtfoto's zien. Dat je goed kan zien hoe het eruit ziet. En toen hier zo dacht ik, hé, hey, die kegels die zijn wel leuk om te vergroten en er ook bij te zetten. Valt het nog meer op. En het ziet er wel heel leuk uit. Het is wel erg druk, dat weet ik. Maar persoonlijk vind ik dat in een geval van een bowlingbaan of een andere party iets, vind ik dat wel mooi. Ik zat even een beetje te kijken, waar zou ik ze nou plaatsen? Want zou ik het helemaal rondom doen? Zou ik het alleen aan de voorkant doen? Maar dat vond ik weer een beetje raar. Dus ik denk, dan doe ik ze gewoon overal. Ook dat duurde wel weer even voordat ik ze allemaal even groot had. Dan moest ik goed naar kijken. Hier zo begon ik met een, ja, wat zijn het, gewoon van die plantenbakken. Ik weet niet wat voor plant erin zit, maar ik vond ze er wel heel mooi uitzien, qua buitenkant ook. Ik vond wel dat er gewoon iets omheen moest, want anders, ja, als vond ik het niet zo heel mooi. Het duurde wel even ook voor die goed stonden, want eerst had ik ze wat kleiner en toen wou het niet goed in elkaar overlopen. Toen weer eerst groter dan dit. Toen paste het ook niet.
En nu heb ik er een paar in elkaar over laten lopen, zodat het wel paste. Ook een pad gemaakt trouwens naar de parkeerplaats. Je kan ook alleen in de parkeerplaats naar binnen. Ik heb geen trap naar de buitenkant of via de buitenkant geplaatst om naar binnen te kunnen. Je moet wel echt in die parkeerplaats. En dan is daar een stuk waar je naar binnen kan. Dat zul je dadelijk ook zien, zodra ik hier dus klaar ben met die plantenbakken. Nou, daar nog zo'n standbeeldje geplaatst, wat kleiner. Zodat, ja, het is niet echt zomaar stel dat je vanuit die kant aankomt rijden. Dan zie je dat dan ook. Ik wou het wel een beetje realistischer maken, daarom op die parkeerplaats en zo. Hier was ik aan het kijken of ik alles al helemaal heb afgerond. Klein hekje erbij, want ik wil niet dat alle Sims helemaal nog weer daar tussendoor gaan lopen als een of ander doolhof. Hier moest ik ze weer even goed zetten, die plantenbakken. En dan zijn we uiteindelijk ook al aan het einde gekomen van deze video. Natuurlijk, als ik hier klaar ben met het praten, dan kun je nog een paar screenshots zien. Maar dit is dus het einde van de video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je in de toekomst meer van mijn video's zien? Abonneer je dan even op mijn kanaal. Druk dan ook meteen even op het belletje, zodat je meteen ziet als ik een video heb geüpload. En tot de volgende keer. Doei doei!